Goedemorgen volgers. We zijn in Drenthe. We moesten vandaag even naar Friesland toe om mijn zoon af te zetten. En ik dacht van nou, ik heb hier nog wat afspraken staan in deze regio. Ik ga eens even op zoek naar een leuke museum. Nou, die hebben we gevonden. We zijn in Schoonoord. En we zijn bij Ellen en Brammert. Ik heb nog wat tijd over, even kijken. Ik heb nog een uurtje. Ik denk, dan kunnen we mooi eens even dit gaan bekijken. Nou, we zijn nu bij de handelsdrukkerij. En dan gaan we eens even binnenkijken. We zijn er toch. Oh, goed. Anderhalve soorten steen. Wacht eens even. Ga daar eens naar. Allerlei soorten steentjes. Anderhalve soorten steen. Adamiet, dorp. Het is een stuk fossiele zeebodem. Het schelp. Dat weet ik ook al. Oké, een stuk beton zou ik het ook zeggen, maar... Het schijnt toch oud te zijn? Heel groot. Van een zoekschild. Kijk maar. Ja? Een duikje zelf. Dus die daar ook mooi kristallen. Ja? Ja. Drukpers. Een miniatuur kalkoven. Zo. Dat is een woning van een pasgehuwd paar. Nou. Kijk eens aan. Wij zijn klaar. Hé? Ik wil niet zeggen, als je ruzie hebt, ga van de bovenhand. Die is er niet. Oh, daar. Dan kun je daar gaan zitten. Dan kun je de koeien houden. Er is wel arco hier. Alle kieren kunnen open. Het is wel geïsoleerd. Zo, we zijn op school. Abnoot, Mies, Wim, Zus, Jet, Teun, Vuur, Gijs, Lam, Kees, Bok, Weide, Toes, Hok, Duiven, Schapen. Woning van iemand die... reeds in iets beter doen was gekomen. Oké. Okay. Ja, het is al iets van verbetering. Pannetjes op dak.
Kijk eens. Grootmoeders tijd. Stel op gang. Zwevend bang. Kassie. Tafeltje. Wichie. En de klompen. Airco. De poepot. Prachtig. Aardappelbewaarplaats, daar gingen de aardappels in. Altijd handig. Bakoven, ik kon een brood bakken. Pizza, nog even, dat hadden ze toen nog niet, denk ik. Woning welke reeds gedeeltelijk verbeterd is met stenen dakpannen. Oké. Okay. Oh ja, de helft is. Dat hadden we gespaard en dachten we, nou kunnen we een dakpannetje erop leggen. Ja, dat is wel een luxe. Die zal er best heel zijn, denk ik. Oh nee, niet. Ja, dat is dat wel. Kippies. Prachtig. Kijk, oud autootje. Hier hebben we het winkeltje. Plaggenhut, welk een dorp, werd gebruikt door turfgravers die van overver kwamen. Oké. Okay. Nou. Ik wil in ieder geval is het wel droog. Prachtig hoor. Geweldig. Kijk, wc'tje. In de buitenlucht, heerlijk. Nu lekker, maar in de winter zal het iets minder zijn. Een kluienklopper. Je moet een steen mee kapot slaan of zo. Denk ik. Nou, dat valt niet mee met die jutezak. Maar goed. Vroeger werden er stenen gestapeld om de weg terug te vinden. Hoe kom jij er? Ja, tegenwoordig met de tomtom, maar dat hadden ze toen nog niet natuurlijk. Ja, het is leuk opgezet. Het is een soort openluchtmuseum, maar dan een klein. Maar goed, dat is een leuk huisje. Bovenveenhuisje afkomstig uit Oudoornerveen. Oké. Okay. Kijk. Dat is natuurlijk alweer een stuk luxer, hè? Bedsteedje. Een mooi fornuis. Naaimachine. Een petrolstel, die heb ik ook nog thuis. Een luxe kinderwagen, om zo maar te zeggen.
Mooi, prachtig. Kijk, en hier heb je de kelder Sunlight, hè. Dat was de zeep van vroeger. Trouwens, het is nog steeds te koop voor mij. Geweldig, joh. Kijk, hier staan al die stelletjes. Ik heb er ook nog een paar in bezit. Oké. Okay. Is dat onder de douche? Sorry. Sorry dat ik stoor. Ik heb een pop. Nou, koetjes. Varkens, weet ik veel. Wat je erin wil zetten. De was op te hangen. Geweldig. Hoe huisje. Nou, is er allemaal landbouwwerktuigen. We zijn nu bij de Hoefsmid aangekomen. Smederij. Lijkt wel een beetje mijn deuren. Iemand heeft een hele dure nota gehad. Ja. Over verschillende dagen. Een dure nota. Nou. Oh, dit is wel vrij modern uit. Ellen en Brammert. Nou, een leuk openluchtmuseum midden in Drenthe. Ja. Kijk, hier komen we bij de houtzagerij. Nou, dan heb je vakantie en dan zie je het nog. De boomzagerij. Geweldig. Teluun, schone oord. Die hebben wij ook. Boomhevels. Zo kan het natuurlijk ook zagen met een boom en een fiets. Dit is al 1 miljoen 100 jaar oud. 100 jaar. En niet alles, hè. Dat moeten we eerst nieuw. Ja, gedeeld. Nou, laat ik zeggen, in het begin niks te doen. Ja, toen heeft dit gewoon in de zaal even weg.
Maar daarmee heb ik eigenaar begonnen met een storm. Oh. Ja. Ja, toen kreeg hij een keer elektrisch, ja. Hier werden schoenen gemaakt, zo te zien. Schoenmakerij. Kijk, nou is een kappertje. Kom uit Klaasien en Veen, deze inventaris. Toen was geluk heel gewoon. Wegen en meten. De bakkerij. Als dit proces te laat wordt gestoord, betekent telkens een rustplaats moet verlaten om te vluchten, kost dat te veel energie en gezondheid. Kijk, hier staan al een aantal van die kacheltjes. Die, het is een kwetsbaar dier dat maar enkele. Die stonden bij mijn tante ook in de zaal. Verstoppen en snelheid. Kolenkachels. Altijd op zijn moeder. Tijdens het eten zal het ondervaart. En fornuizen. De gasprijzen blijven stijgen, dan ben ik bang dat er weer een paar van die mensen die dat weer gaan kopen. Want... Ik weet niet of het duur koud is, maar... Luke, Luke, zijn geweer. Nou, timmerwerkplaats. Een bijtelscherp te maken. Dat te zien, een helmstok. Kijk hier! Timmerwerkplaats. Nou. Het winkeltje. Filmcamera's. Ik weet niet een bijnaam. En je hoort dan een fragment. Kijk, ook nog een plaghut hier. Een bedstee.
Bambi loopt er ook. Uien, wortels, sprei, rode biet, boerenkool, witte kool, pimpernel, dat zal. Voorkool, kropsla, geweldig. Groninger bonen. Stambonen. Oh, een beetje nat hier. De broek is ook al nat geworden. Staan er genoeg hier. Uitjes. Citroën. Oldtimers. Ellie en Brammert. Nou, we hebben het weer gezien. Een prachtig mooi filmpje gemaakt. En we gaan nu door naar de volgende dorp. Nou, bedankt weer voor het kijken. We gaan nu weer richting de volgende afspraak die ik heb. En vind je nou mijn filmpjes leuk? Abonneer dan op mijn kanaal. En like hier omhoog, is ook leuk. Dus, en vertel het verder, hè, want we willen graag naar de 2K. Dus abonneren. En dat zou ik leuk vinden. Dus tot ziens en tot de volgende vlog.